Het is bijna 30 jaar geleden. Zeven dagen, 23 uur en 4 minuten bracht hij door in de ruimte. Hij is in Syrië een nationale held. Er zijn scholen, straten naar hem vernoemd. En toch is hij hier in Turkije een gewone vluchteling als miljoenen anderen. Nu geeft hij les hier in Istanbul aan kinderen. Mohammed Fares ging in 1987 met de Russen naar de ruimte. Het zijn nog steeds zijn vrienden, ze praten veel. Maar het doet hem ontzettend veel pijn dat het diezelfde Russen zijn die nu zijn thuisstad Aleppo bombarderen. En dat zegt hij in vloeiend Russisch, niet mis te verstaan. Я люблю русский народ, но ботин звере, ботин не хороший, ботин убит наш народ. Космонавтов между другим, они не любят войну. Не любят. Каждый человек, который входит в космос, смотрит на Земля. Земля не большая, маленькая. Красиво, очень красиво. Нет другого места для населения. Met het regime van president Assad in Syrië wil hij niets meer te maken hebben. Hij is overgelopen. Mohammed Fares kijkt liever vooruit. Misschien dat een van deze Turkse kinderen later astronaut wil worden. Dan pas is zijn missie geslaagd. Olaf Koens voor RTL Nieuws in Istanbul.